Voorzitter Twan Grezel van het waterschap Pelen-Maasvallei stapt per direct op. Dat doet hij na aanleiding van onderzoek van L1 naar een zakelijke relatie van Grezel en eventuele belangenverstrengeling. Publicatie erover wilde hij niet afwachten. Grezel heeft al enkele jaren een zakelijke relatie met een eigenaar van het bedrijf C-Communicatie uit Klimmen. Dat bedrijf heeft tussen 2013 en 2015 in totaal voor bijna 1,5 ton aan facturen ingediend bij het waterschapsbedrijf Limburg. Slaggever Robert Jansen op onze redactie en... Sorry, dat is Lex van Morsel op onze redactie. Lex, waar richtte het onderzoek van L1 zich precies op? Ja, het opmerkelijke is natuurlijk dat Grezel zijn ontslag al indient voordat L1 één letter heeft gepubliceerd. Grezel die was bestuurder bij een stichting waarvan de eigenaresse van dat communicatiebedrijf, daar was hij dus bestuurder bij. Nou, daarvoor kreeg hij een vergoeding op jaarbasis. In 2013 kreeg hij daar €5.000 voor en in 2014 was dat €4.500. Nou, volgens de waterschapswet moet hij dat dan verplicht melden. Nou, en Grezel erkent dat dan niet correct is gebeurd. En wat heeft het onderzoek van L1 nog meer opgeleverd, Lex? Ja, er is nog meer. Want die beide waterschappen in Limburg, die hebben een dochterbedrijf. Dat heet Waterschapsbedrijf Limburg. Nou, daarvan is Grezel ook voorzitter geweest in 2013. Nu is ze daar vicevoorzitter van. Het communicatiebedrijf uit Klimmen factureerde de afgelopen jaren voor bijna €150.000 bij het waterschapsbedrijf. Dus die werkt voor het waterschapsbedrijf. Nou, dat zou je onder de noemer belangenverstrengeling kunnen vatten. En daarnaast ligt er nog een opdracht klaar voor 1 ton voor de komende jaren. Lex, wat is de reactie van Grezel op dit nieuws? Nou, Grezel zegt dat hij op geen enkele wijze betrokken is geweest bij het toekennen van die opdrachten aan het communicatiebedrijf. Maar ja, als bestuurder blijft hij dan toch verantwoordelijk. Hij heeft zijn neveninkomsten niet correct opgegeven. En dan is er een schijn van belangenverschengeling ontstaan. En je weet wat dat in Nederland betekent. Dus hij zegt dat het hem dan persoonlijk is aan te rekenen. Bestuur van het waterschap heeft kennis genomen van zijn ontslag. En ze betreuren de situatie. Maar zoals het dan heet, ze respecteren het besluit. Lex, dankjewel. Twan Grezel die kwam jaren geleden ook al onder vuur te liggen in een integriteitszaak toen hij nog burgemeester in Heerlen was. Onderzoek pleitte hem toen vrij, maar hij zag af van een tweede termijn als burgemeester.